Een ziekenhuis in Gerson geraakt door Russisch vuur. Dit en meer in deze video. Ik ben Patrick, het is week 90 van de oorlog. Laten we beginnen. Rusland heeft deze week een ziekenhuis geraakt in Gerson bij een luchtaanval. Een oorlogsmisdaad meer of minder maakt ze overduidelijk ook niet meer uit. Twee medewerkers van het ziekenhuis raakten gewond, alsmede een 81-jarige patiënt. Ook werd in de nabije omgeving een auto geraakt door Russisch artilleriegeschut. Hierbij raakte een baby van 2 maanden oud gewond, alsmede de moeder van het kind. De bestuurder van die auto, vermoedelijk de grootvader, overleed ter plekke. Duitsland heeft wederom een nieuw militair pakket samengesteld met hierin het volgende. En zet jezelf even schrap, want dat is weer een lijstje. 10 Leopard 1A5 tanks, dat zijn relatief oude tanks. 1 Wissant 1 voertuig. 14 Benfrack all-terrain voertuigen, 5 ambulances, 10 vectorverkenningsdrones, 14 counter-battery radars, 3 patrouillevoertuigen voor de grenspolitie, 4 8x8 trekkers met daarbij behorende trailers, 16 Zitros trucks, 13 MAN TGS trucks, meer dan 1155 mm granaten, en rond de 1,4 miljoen aan kogels. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft steun aangekondigd aan Oekraïne. Deze bestaat uit 82.000 plus helmen, 25.000 plus aan winterkleding, 10.000 plus aan veiligheidskleding en ook 70.000 plus aan voedselpakketten. Nou, ons mooie Nederland heeft ook aangegeven ruim 2 miljard euro te reserveren voor militaire steun aan Oekraïne in het volgende jaar 2024. En dit is overigens al de helft minder dan de 4,2 miljard die voor dit jaar was beloofd. En Rusland heeft op haar beurt deze karretjes ontvangen. Dit zijn Chinese all-terrain voertuigen met de naam Desert Cross 1003. En deze voertuigen worden momenteel gebruikt in bijvoorbeeld de geboste gebieden nabij Krinki. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik je nieuws welke de video's niet haalt. Nou, voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten. Link is te vinden in de omschrijving. Nou, voor deze frontlinie updates beginnen we in Gerson. Hier is niks veranderd op de map overigens. Maar Oekraïne heeft eindelijk na weken laten weten dat er inderdaad een operatie gaande is hier. En dat er meerdere vaste plekken zijn waar ze kunnen landen, zogeheten Britheads. Deze punten zullen naar mijn idee sowieso Krinki en Oleski zijn. Echter heeft Oekraïne laten weten dat er minimaal 3 punten zijn. Dus ik weet niet waar de rest zich bevindt. Nou, voor de rest laat Oekraïne niks los over de operatie aan de linkeroever van de Dnipro-rivier. En overigens is de situatie in Krinki iets anders dan geschetst op deze map. Het blauw gekleurde gedeelte is stevig in handen van de Oekraïners en dit wordt ook ondersteund door videobewijs. Dan gaan we naar de laatste plaats van Oekraïns succes, namelijk Robotyne. Hier is een klein stukje niemandsland ten westen van Robotyne heroverd door het Oekraïnse leger. Momenteel probeert het Oekraïnse leger het veroverde gebied uit te breiden naar het westen en het oosten, gezien deze posities iets hoger liggen. Dus het doel om Tokmak te halen lijkt voorlopig eventjes in de ijskast geparkeerd te zijn. Dan Avdiivka, de hotspot deze week, wederom. Rusland blijft hier maar doorgaan met hun aanvallen, welke inmiddels te boek staan als Meatwave Attacks, vrij getaald dus gehaktgolf aanvallen. Nou, dit refereert naar het feit dat een groep infanterie wordt gestuurd om aan te vallen. En op het moment dat deze groep door de Oekraïners wordt afgeslagen, vernietigd eigenlijk als het ware, dan wordt direct de volgende infanteriegroep gestuurd. Uit berekeningen blijkt dat Russische soldaten in deze aanvallen een overlevingskans hebben van tussen de 10% en 20%. Blijkt overigens ook uit beelden. Ondanks deze extreme tactiek wordt er wel gebied heroverd door de Russische troepen, voornamelijk ten noorden van Avdiivka. En ik vrees inmiddels ook dat Avdiivka hetzelfde speelboek gaat worden als Bakhmut. En over Bakhmut gesproken, ook hier zijn Russische troepen weer in de aanval gegaan. Ten noorden is een stuk heuvelachtig landschap ingenomen welke Oekraïne tijdens een zomeroffensief had heroverd. En inmiddels is het Russische leger sinds 3 dagen bezig met een voorzichtige opmars richting Klishivka. Ook het toneel van dat Oekraïnse zomeroffensief
Het zal dus even afwachten worden hoe het Oekraïense leger hierop gaat reageren. Momenteel hebben zij alleen toegegeven dat er weer intens gevochten wordt. En dan als laatste gaan we alweer naar de statistieken. Links de cijfers van vorige week, rechts die bijgewerkt tot en met vandaag. Nou, zoals gebruikelijk heeft Oekraïne zelf ook verliezen. Deze worden echter niet publiekelijk geopenbaard zolang de oorlog nog gaande is. Nou, dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram-account hebben, dan zijn deze drie accounts toch wel het volgen waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.